Orcaan Jose passeert zaterdag het noordwesten van Sint Maarten. Hoewel 70% van de gebouwen op het eiland zwaar beschadigd of verwoest is door orcaan Irma, zijn er nog wel genoeg schuilplaatsen voor mensen die opvang nodig hebben. Dit zeggen premier Mark Rutten en minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plastok zaterdagavond tijdens een persconferentie na een crisisbericht over de situatie op de bovenwindseilanden. Naar verwachting zullen de windstoten van Orcaan Jose met windkracht 8 tot zaterdagnacht, Nederlandse tijd. Voelbaar zijn. Eerder werd voorspeld dat de kern van de orkaan op Sint Maarten af zou gaan. Minister Plasterk vraagt mensen op het eiland om alsnog goed te luisteren naar de autoriteiten en om thuis te blijven. Het is goed dat nu iets van communicatie op het eiland tot stand is gekomen, zegt Plasterk. Niet voldoende. Maar er zijn radiozenders die bewoners kunnen waarschuwen. Daarnaast wordt ook informatie verstrekt door lokale politie en megafoonwagens. Het KNMI zaterdag erin geslaagd extra weerberichten te verzorgen voor mensen op Sint Maarten. Vanaf 14 uur Nederlandse tijd zijn er tijdelijk elk uur updates via het lokale radiostation Laser 101.1 FM, dat weer in de lucht is, en via Transworld Radio. Dat via een sterke middengolfzender vanuit Bonier opereert. De openbare orde op Sint Maarten is sinds orkaan Irma niet onder controle. Volgens Rutten is de sfeer nog steeds grimmig. Hij waarschuwt plunderaars op het eiland tot zij zich moeten realiseren dat zowel de politie als het defensiepersoneel hard mogen optreden. Op het eiland geldt sinds zaterdag de noodtoestand. Extra agenten en militairen worden naar het eiland gestuurd om te voorkomen dat de ordeloosheid doorgaat. Aldus de premier. Hij benadrukt dat de situatie op Sint Maarten, dat het hardst is getroffen door orkaan Irma, heel zorgelijk is. Nog niet iedereen is voorzien van de eerste levensbehoeften. Inmiddels heeft een deel van het eiland weer elektriciteit en zijn de hoofdwegen weer toegankelijk. Het eerste vliegtoestel met hulpgoederen is zaterdagmiddag aangekomen. Er zijn meer vliegtuigen en ook schepen onderweg met aan boord eten, drinken en medicijnen. De hulpverlening op Sint Maarten, Saba en Aristagius kreeg steeds meer vorm. Rutte weigert zaterdag nog een vraag te beantwoorden over de rol van de Nederlandse regering bij de wederopbouw. Met name die van Sint Maarten. Het eiland is een zelfstandig land binnen het Nederlands Koninkrijk. We hebben nu één belang en dat is noodhulp geven. Door de hevige regenval op het eiland Saba, op zo'n 60 kilometer ten zuiden van Sint Maarten. Zijn woningen door de zachte ondergrond gevoelig voor Daarom zijn mensen van lager gelegen plekken gehaald en naar hoger gelegen delen van het eiland gebracht. De komende dagen wordt door het kabinet gekeken naar hoe tientallen Nederlandse toeristen op Sint Maarten naar huis kunnen. De prioriteit lag de afgelopen 24 uur bij het evacueren van onder meer 65 Nederlandse patiënten, spoedpatiënten en zwangere vrouwen. We hopen dat mensen op Sint Maarten begrijpen dat dit onze eerste prioriteit was meld Rutten. Hiermee verwijst de premier naar de evacuaties van de Verenigde Staten en Canada. Die hebben toeristen naar eigen land van het eiland gehaald. De premier benadrukt dat zij geen patiënten op Sint Maarten hadden en daardoor zelf hun prioriteiten konden stellen. Rutten heeft inmiddels met de Franse president Emmanuel Macron gesproken over de situatie op de Bovenwindse eilanden. De landen gaan samenwerken in de nasleep van Irma. Frankrijk heeft in het Caribisch gebied een deel van Sint Maarten en eiland Sint-Barthélemy.